Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 31 augustus. Veel bewolking, daar begon de dag mee, maar vanuit het westen is de bewolking wel gaan breken. Lokaal valt er vanmiddag nog wel een enkele bui. Vanavond en vannacht klaart het breed op en kan er op veel plaatsen mist ontstaan. En lokaal is er dan ook kans op lage temperaturen. In die zin, het kan plaatselijk 6 graden worden en dat is best fris voor deze tijd van het jaar. Ook morgen weer een paar buien en dat geldt ook voor het weekende. Met name op zaterdag is er nog wel kans op een lokale bui. Nou, vanavond verdwijnen de buien en dan klaart het breed op, met name ook in het binnenland. De temperatuur ligt rond zonsondergang op zo'n 15 graden. staat verder een zwakke tot matige wind uit het westen of noordwesten? Vannacht koelt het dan flink af, zes graden in het noordoosten tot elf graden aan zee. En in het binnenland kan ook op diverse plaatsen mist ontstaan. En morgenochtend kan het verkeer daar best even hinder van hebben. Maar in de loop van de ochtend dan verdwijnt de mist en dan breekt de zon goed door. En daar waar geen mist is ontstaan is het al vrij zonnig. Maar dan zien we wel dat er morgenochtend stapelwolken gaan ontstaan. En vooral in de middag is er dan kans op een stevige bui. En een klap onweer is niet helemaal uitgesloten. De temperatuur ligt morgenmiddag tussen de 18 en de 20 graden. De hoogste temperaturen wat meer landinwaarts. En ook in het weekend temperaturen zo rond de 20 graden, met nu en dan een bui, maar ook zon. Vooral op zaterdag is de bui kans nog wat groter, op zondag blijft het al op veel plaatsen droog. Ook maandag vrijwel droge omstandigheden en we zien ook dat de temperatuur langzaam nog wat verder gaat oplopen. Maandag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.